ben nou onderweg naar richting de kapper, want ik ga mijn haar even knippen. Moet even gebeuren. Die dag, het is bijna feestdagen. Ga ik voor die feestdagen even... Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pad, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Net uit de douche vandaan. Even haren kammen. En dan ga ik zo meteen mijn vriendin opbellen. En lekker een pakje koffie zetten. Laten we dat zo meteen doen. Heerlijk geslapen in ieder geval. Klaarmaken om daar dadelijk ook lekker te werken vandaag. Oh ja, ik heb altijd deze deur open laten staan. Wauw. Dus laten we dat doen. Net een lekker bakje koffie gedronken. En ik heb nog een klein beetje een lekker radiootje aan. Lekker wakker te worden. Vooral met koffie is het lekkerste. En het wordt nu al wat lichter of niet? Al die wolken daar zo achterin. Al nu kun je dit zien. Hier zo. Dat is toch een mooi gezicht zo. Ik vind dat zo'n mooie lucht ook, hè, als je dat ziet. Echt letterlijk mooi. En ik ga lekker klaarmaken om lekker in bed te gaan. In bed. Ik moet echt letterlijk wakker worden. Ik ga zeggen, ik ga naar bed. Maar klaarmaken om naar mijn werk te gaan. Dat wou ik zeggen. Om lekker te werken. En dan lekker eerst werkstukjes aan. En dan de richting omheen. Ik ben nou onderweg naar richting de kapper. Want ik ga mijn haar even knippen. Moet even gebeuren. Die dag, het is bijna feestdagen. Ga ik voor die feestdagen even naar de kapper. En ja. Dit even snel even lekker lunchen. Lekker, ja. Is het lunchje. En nu ga ik richting de kapper, ga ik even laten knippen. Dus dan gaan jullie dadelijk wel in de treestaat zien. Dus laten we snel mogelijk gaan. Even mijn haren knippen. En daarna heb ik wat dingen te doen voor mijn stichting, om zo te zeggen. Maar dat gaan jullie allemaal misschien wel zien in deze vlog ook. Dus eerst in ieder geval naar de kapper. En het is ongelooflijk koud, echt niet normaal. En dan ga ik mijn haren laten knippen. Echt heel lang geleden volgens mij dat ik weer haar heb laten knippen namelijk. Het is voor mij een maand geleden of zo, als het niet langer is. Een maand geleden of twee weken, zoiets. Als ik goed zeg. In ieder geval, wat ik al zei, we gaan er even die kant op. Want ik heb nog een paar minuutjes. Voor mij ben ik weer te vroeg. Ik ben elke keer te vroeg. Het is ook altijd zo. Ik heb nu nog... Het is nu... Ik heb nog 12 minuten volgens mij. Dus gaan we nog wel richting de kap gaan. Zo, dat ziet er lekker fresh uit, maar... Oh, ik ben er wel blij mee. Het ziet er wel fresh uit zo. Als je zo kijkt, lekker fresh. Nu ga ik lekker richting huis. Ga ik even dingen thuis doen. Ik moet ook nog boodschappen doen voor het begeleidmoment. Begeleiding. En ik ga nu wel lekker richting huis. Lekker warm. Oh, kijk het eruit. Want buiten is zo ongelooflijk fris. Dat is echt niet normaal. Maar oké, laten we nu maar richting huis gaan. Lekker kapje geweest. Lekker lopen kletsen. Echt, ik zat lekker met de kapper, die daar zat te kletsen over het programma net even anders. En ook over coronatijd. Over alles en nog wat. Dus, ja, dat was wel even lekker leuk babbel. Dat is altijd het leukste. Bij je kapper kan je lekker nog babbelen over alles. Dat maakt me wel gezellig bij de kapper dat je nog kan kletsen overal en nog wat. Nou, laten we nu lekker richting huis gaan en lekker nog een bakje koffie drinken. En nog lekker fresh geschoren en het ziet mijn haar echt ziek chill uit. Maar wat ik wel eigenlijk wil zeggen is, ik kreeg een DM'tje van ga je een keer Q&A opnemen. Toen dacht ik, weet je, ik ga het zoals jullie hebben gezien al een tijdje geleden in de story zetten. En ben ik ook benieuwd wat jullie ervan vinden. En wat ik ook benieuwd naar ben, is of jullie nog... iets over mijn school wil weten of over of jullie een Q&A willen op dat ik een Q&A ga opnemen, laat weten in de reactie. Misschien doe ik dat binnenkort wel. En kan jij ze met te staren daar zo. En ik zit nog met het laatste slokje, een paar slokje van mijn koffie. En dan ga ik nog één badje zetten en dan is het klaar met koffie, want anders kan ik niet slapen. Ben je bang. Zo, die zit erin. Nou, één bakje nog. En dan ga ik... klaarmaken om ook naar beneden te gaan, want er komt daar ook nog begeleiding en ik moet nog video opnemen voor hun. Maar dan gaan jullie binnenkort horen hoe en wat. Ik zat net toevallig te editen, maar wat erger, ik soms zelf aan mezelf zit ik te editen, weet je wel. En dan zie ik, sommige heb ik stopwoordjes van dus dat, zo,
noem maar allemaal op. En dan denk ik, oh mijn god. Maar jullie hebben het waarschijnlijk niet door, want knip ik heel vaak. Maar dat heb ik zeg ik zo vaak. Waarom staat deze kopje? Zou ik een koffie maken of zo? Blijkbaar. Maar ja, ik ga geen koffie maken, want het is al 5 uur geweest. Ik ga zo meteen lekker naar de groep toe. Ga ik lekker eten. Want ik heb vandaag lekker boodschappen gedaan. Wat gaan we eten dan? Dan heb ik natuurlijk gekozen. Bloemkool. Want ze in de aanbinding natuurlijk. Met aardappels en bal gehakt. Nee, ik ben bal gehakt niet. We gaan bal gehakt eten. Dat is het. Oké. Voordat mensen denken dan van, Sander, ja, je bent bal... Bedoel je, bal gehakt... Nee, ik... Nou, laat maar. Want anders gaat er helemaal discussie worden. Maar oké. Ja. Ik ga dus dan zo meteen richting de groep toe. En dan ga ik lekker eten. En ik heb dadelijk een paar momenten iets. Dadelijk een interview met iemand. Ik ga voor zeker geen namen noemen, voor de zekerheid. Maar ja, ik ben wel benieuwd wat er eigenlijk gevraagd kan. En misschien kan ik vloggen, misschien kan ik niet vloggen. Dan zien jullie het wel. En zo nee, dus zien jullie helaas niet. Maar als het niet te zien is, laat ik jullie wel weten... hoe de interview was, hoe het gegaan is, hoe en wat. Ja, dan weten jullie dat ook. En dan ga ik zo meteen maar naar de groep toe. Lekker cashmuziekje, net wezen editen, die gelukkig eindelijk af is. Ja, ben ik wel blij mee dat die nu af is. Ik wil er iets binnenkort ooit over zeggen. Ik ga het super wel leuks doen. Waar gaat het over? Dan gaan jullie binnenkort ga ik hier iets over zeggen. Nu nog niet, ik wil nu even wat van geheim houden. Dat is wel leuk. Normaal eigenlijk wil doen smiddag, als ik vrij ben, want ik vind het veel lekkerder eigenlijk in de middag boodschappen doen. Ik vind het veel lekkerder om middag eigenlijk naar de kapper te gaan. Ik vind, en een keer door de week eigenlijk. Noem allemaal op. Wat ik normaal eigenlijk niet kan, dan krijg ik bijvoorbeeld kapper. Dat moet ik eigenlijk heel vaak in de middag in de weekend doen. Ja, noem allemaal op zulke dingen. Dus maar ja, het is gelukt. Ik ken nu maar morgen weer vroeg op.